Dus, dit verhaal gaat over een gewone jongen van 23 jaar. Hij was een gamer zoals mij. Of hij is een gamer zoals mij. Het verhaal gaat eigenlijk over een spel dat hij wou downloaden. En dit noemde Call of Duty Real Ops. Het was eigenlijk echter moeilijk dit te vinden. Hij was aan het zoeken en aan het zoeken op het internet en overal. Hij vond het niet, maar uiteindelijk vond hij het. Er was echter iets tussen de reglementen dat hij niet heeft nagelezen en gewoon heeft geaccepteerd. Nu, hij begon een maand te spelen. Gamen. Hij was goed bezig, hij haalde medailles. Uiteindelijk vond hij dit zo realistisch en zo eng een beetje, dat hij stopte met spelen. Op dat moment was de overheid eigenlijk achter hem aan het zoeken. Waarom? Op de reglement was er een kleine scene dat hij niet goed had nagelezen. En hierop stond dat het over een echte oorlog ging. Een echte oorlog die hij dus, waarbij hij dus een soldaat was aan het besturen. Wat er ging gebeuren met hem, het was een raadsel. Maar de overheid zocht naar hem. Nee.